Welkom bij les 4 van Gespierde Taal. Deze les gaat over ontspanning. We zeggen altijd dat je veel moet bewegen en dat is ook zo. Maar het is ook belangrijk om te ontspannen en het lichaam tot rust te laten komen. De belangrijkste woorden vandaag zijn span en ontspan. Ja? Begin maar even met de handen. Span de handen. Knijp in die handen. En ontspan. Laat los. Ja? Zo zijn ze los. Span de handen en laat ze los. Dat doen we ook met de schouders. Span de schouders. Trek ze op. En laat los. Ja, goed zo. Nog een keer. Span. Laat los. Goed zo. Daar gaan we een heleboel oefeningen mee doen. We beginnen met het hoofd. Kijk opzij en laat het hoofd dan los naar voren vallen. En kijk de andere kant opzij. En los en op. En los en op. Voel het helemaal los in je nek. En los naar voren en weer op. Los naar voren en weer op. Los naar voren en weer op. Doe je ogen dicht. En voel dat je nek helemaal los is. Helemaal ontspannen. En stop maar. Doe je ogen maar weer open. Trek één schouder op. En los. Nog een keer. Op. Voel de spanning. En los. Nog een keer. Op. En los. Andere kant. Op die schouder. En los. En op. En los. Nog één keer. Op. En los. Nu met twee schouders. Op. Hou vast. En los. En op. En adem uit als je ze loslaat. En op. En adem uit. Nog een keer. Op. En los. En op. En los. Oké, stop maar. Leg de handen op elkaar. Adem in en de handen gaan naar boven. Adem uit en de handen gaan omlaag. Ja? En in. En uit. En in. En uit. In. En uit. In. En duw naar beneden. Nog een keer. In. En uit. En in. En uit. En nu je armen voor. In. En uit. En in. En uit. In. En uit. En in. En nog een keer opzij. In. En uit. In. En uit. Nog één keer in. En uit. En stop maar. Benen iets uit elkaar. En heel ontspannen van de ene kant naar de andere kant. Laat je voeten staan. Verplaats alleen je gewicht. Zet je voeten goed eentje uit elkaar. Schouders ontspannen. Armen los. Je voet gaat op de teen. Laat je armen los meehangen. Opzij. 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 En wat hoger met de armen. En op. En laat ze losvallen. Op. En los. En op. En los. En op. En los. En op. En los. En op. En op. En op. En
laat de armen maar weg. Benen gaan gewoon door. Ietsje sneller. Andere muziek. En op. En op. En nu gaat de schouder mee omhoog. Eén schouder. Op. En op die schouder. Op. En op. Op. En op. En op. En op. Voel hem ook weer ontspannen tussendoor. Hè? Op en los. Op en los. Op en los. Op. En op. En op. En nu met twee schouders. Op. 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 En op. En los. Op en los. En los. En los. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En dan gaan we naar de volgende. Stap en sluit. Heel goed. In één keer. Neem je armen mee. Arm opzij, been opzij. Ja, heel goed. Stap en stap. Stap en stap. Stap en stap. En nu let op, want zometeen gaan we twee stappen. Let maar even op mij. 1, 2, 3. Gaan we twee stappen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. En nu nog even terug weer naar 1 stap. En stap. En stap. En stap. En stap. Stap. En stap. En dan gaan we weer naar 2. Stap en stap. Stap en stap. 1, 2 en terug. En 2 en 1. En 2 en terug. En 2. We doen hem zo langzaam, dan kun je weer meedoen. En ga maar langzaam. Stap en op. En nog een keer stap en op. En terug. Stap en op. En stap en op. Die kant. 1. En op. Nog 1. Die kant. En op. En die kant. Stap. En op. En stap. En op. En nog een keer. En op. En stap. Goed zo. En op. En stap. Ja, goed zo. En op. En nog 1. Stap. En op. Nog een keer. Stap. En op. Goed zo. Stap. En op. En stap. En op. En nu gaan we weer snel. En stap. Stap. En terug. Terug. Neem je armen weer mee als het gaat. Als het niet gaat, doe alleen je been hoor. Dat is ook goed. 1, 2, 3, 4. Goed zo, Vian. 6, 7. En weer langzaam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 en weer snel. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Oké. Kom maar op de grond. Op handen en knieën. Dit zijn de knieën en dit zijn de handen. Let op dat je handen onder je schouders staan en je knieën onder je heupen. Ja? We gaan de armen buigen, dus met de neus naar de grond. Ja, doe maar langzaam. Neer en op. Neer en op. Je handen hier, Vian. Ja, zo. Heel goed. Ja, en buig. Buig. Buig en strek. Buig. En strek. Buig. En strek. En nog 1 keer. Dan gaan we sneller. Ja. En buig. Strek. Buig. Strek. Buig. Strek. Buig. Strek. Nog 8. Strek. Nog 7. Strek.
Nog 6. Strek. Nog 5. Strek. 4. Strek. 3. Strek. 2. Strek. En de laatste. En kom maar even zitten met de billen op de hakken. Ja, met je billen op je voeten. En dan lekker voorover leunen. Leun maar voorover. Strek je armen. En kom maar weer terug op handen en knieën. Gaan we met 1 been omhoog. Ja, je voet gaat naar het plafond en weer omlaag. Ja, omhoog, omlaag. 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 En hou het been boven. Gaan we kleine stukjes. Op, op, op en op. Op, 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 op en op. Nog 4, nog 3, nog 2 en de laatste. En we doen strek en buig. Hou je been omhoog en buig. Strek en buig. Hou je been hoog. Strek en buig. Strek en buig. En strek en buig. Ja, zo. Goed zo. Buig, strek en buig. En strek en buig. En hou je been gestrekt. Gaan we op. Op. Op, neer. Op, neer. Op, neer. Op en neer. Op. En 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 stop maar. Oké. Even nog op de benen zitten. Armen strekken. En dan gaan we naar het andere been. Ja? Neer en op. Neer en op. Neer en op. En neer en op. Neer en op. En neer en op. Neer en op. En neer en op. En neer en op. En hou het been boven. En op, 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 op. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En nu strek het been en buig. Strek en buig. Hou het been omhoog en buig. Strek en buig. En strek en buig. Strek en buig. En strek en buig. Nog 2 keer. Buig. En de laatste. En hou je been recht. Gaan we op en neer. Op, neer. Op, neer. Op en neer. Hou vol. De laatste oefening met het been. Op en neer. Op, neer, op, neer, op, neer, op en neer. Nog 4, nog 3, nog 2 en stop maar. Heel goed. Poeh. Kom maar liggen op de rug. Ja, en dat noemen ze dan een les over ontspanning. Hoofd in de handen. Laat je hoofd lekker hangen in de handen. Niet trekken aan de nek. We doen een oefening voor de buik. Dus trek je buik goed aan. We gaan recht omhoog naar het plafond. Op en neer. Op en neer. Op en neer. En op en neer. Op en neer. Op en neer. Op en neer. En op en neer. Op en neer. En op en neer. En op en sneller. Op en op. En op en op. En op en op. En op en op. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En de laatste. We gaan nu draaien naar opzij. Terug. Opzij. En terug. Opzij.
en terug. Opzij en terug. Heel goed. Ga door. Eén schouder komt helemaal van de grond. Terug. Opzij en terug. En draai en terug. Draai en terug. En draai en terug. En draai en terug. Ja, goed zo. En draai en terug. En draai en terug. En draai. Ja, goed zo. Draai en terug. En draai en terug. En draai en terug. En draai en stop maar. Ga maar lekker liggen op je rug. Het is werk is klaar. Rek je lekker uit. Rek je armen en je benen en je hele lichaam. Gaap als je dat wil. En rek je helemaal lekker uit. Trek dan je knieën omhoog. Leg je handen op de knieën en maak een cirkel. Draai een rondje met je knieën. En de andere kant op. En stop maar. Pak je benen onder je knieën vast. Til je hoofd omhoog. En schommel over je rug. Het is heel lekker voor je rug. En probeer zo ver te komen dat je helemaal komt zitten. En kom maar zitten. Ja, gaat het niet? Nou, dat schommelen is ook heel goed voor je rug al. Ga zitten met je voeten voor je. Ja, zo. En dan buigen we voorover. Ja, kom maar voorover. Zo ver als het voor jou lekker is. Als het goed is, voel je het in je bil. Ja, maakt niet uit. Het was goed. Nee, twee voeten voor je. Ja, zo. Ja. Ja, en dan voorover. Ja, prima. Ja. Voel je het in je bil? Nee? En kom maar weer rechtop. En wissel nu je voeten, nu je andere voet voor. Ja, rug recht. En kom maar weer voorover. Oké, kom maar rechtop. Handen in elkaar. Rek naar voren. Strek je armen helemaal uit. En weer los. En armen omhoog. En opzij. Ga door hiermee. Als u weer meegedaan heeft, dan voelt u zich nu waarschijnlijk heerlijk ontspannen. Een goede ontspanning is net zo belangrijk voor het lichaam als een goede inspanning. Hebt u ook wel eens last van uw rug? Bijvoorbeeld na zware boodschappen tillen of kinderen? Kijk dan volgende week naar Gespierde Taal.